Op Bevrijdingsdag was er weer van alles te doen in de regio om ervoor te zorgen dat de vrijheid gevierd kan worden. In Leiderdorp opende burgemeester Leila Driessen een middag vol activiteiten in het park De Houtkamp. Nou, het is eigenlijk de dag na gisteren. Hè? Gisteren hebben we herdacht dat de gevallenen en de mensen die voor onze vrijheid hebben gestreden. En vandaag vieren wij die vrijheid. En vannacht heb ik ook in Wageningen de fakkel over kunnen dragen aan de Freedom Runners. Nou, daar zijn we dan hiermee begonnen. Voorafgegaan door de versierde fietsenwedstrijd van de kinderen. En wat we daarmee ook beogen is dat je zo jong mogelijk bewust moet zijn van die vrijheid en hoe belangrijk dat is. Dat is een van de doelstellingen van deze dag. En ook een feestdag, want het is Bevrijdingsdag. Dus de Oranje Vereniging die het hele jaar door keihard daaraan werkt, heeft hier ook achter mij allerlei prachtige dingen neergezet voor die kinderen. Want vrijheid geef je door aan je kinderen. Burgemeester Henri Lenfrink opende in Leiden de braderie die elk jaar plaatsvindt op de Doezastraat en de Herenstraat. Hierbij ontstak de burgemeester het vrijheidsvuur wat door hardlopers vanuit Wageningen naar Leiden is gelopen. Beste mensen, wat fijn dat jullie hier allemaal zijn. Die paar druppeltjes die weerhouden ons er niet van. Maar laten we in ieder geval eerst even beginnen met een groot applaus voor de lopers die helemaal vanuit Wageningen hier naartoe zijn komen rennen. Ik heb er enorme waardering voor. Ik was niet half zo ver gekomen, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik vind het fantastisch dat dat gelukt is. En nou al zoveel jaren dat men iedere keer dit doet. Ook in Oostgeest was er een braderie met daarbij een kindervrij markt waarvan alles verkocht werd. Ja, heel lang. We staan er al sinds 7:00 AM. Vooral een beetje voor de kleine kinderen wel een beetje. Die verkopen wel goed, ja. Ja, we verkopen veel Nintendo-spelletjes en PlayStation-spelletjes. En dat willen mensen veel hebben. Naast dat er spullen op de vrijmarkt gekocht konden worden, waren er ook kinderen met creatieve ideeën om een centje te verdienen. Bijvoorbeeld een voetbalspel. Ja, het is zeg maar gaten. Je moet met de bal door de gaten schieten. En als je de onderste gat raakt, dan krijg je geld terug. En als je het bovenste gat raakt, krijg je het verdubbeld. Nadat de kinderen hard hebben gewerkt op de markt, gaan ze zelf ook nog wat leuks doen op deze bevrijdingsdag. Vooral snoep eten, want dat vind ik nogal lekker eigenlijk. Ik denk misschien nog wel even rondkijken of er nog leuke dingen te doen zijn.